Hallo lieve mensen, dit is het positieve bericht van zondag 11 juli. Dat is heel laat. Hè? Gisteren had ik een filmpje met mijn telefoon opgenomen. Want sinds hele lange tijd had ik hier een echt superleuke groep met vrouwen. Mannen hadden er ook bij mogen zitten, maar die waren er gewoon even niet. Dus ik heb heerlijk genoten gisteren. En vrijdag lukt het gewoon ook niet meer om... om filmpjes te maken. Ja, ik kan niet tijd toveren. Dus ik dacht, nou, nu maar even. Het is vandaag een 59-14-5 dag. Dat betekent dat het best wel een beetje onrustig is. We willen overal heen. We beseffen ook dat het allemaal een beetje niet meer kan. Misschien moeten we het juist wel doen vandaag. Koffie en gebak op de terras drinken. Zodat we toch in ieder geval nog een beetje kunnen genieten. Ja, dus we moeten onze kop ervoor houden, om zo maar te zeggen. En wat we kunnen doen. Gelukkig zijn in ons eigen kleine stukje. Ik heb een mooie kaart voor jullie vandaag. Dat is deze. Knappe Manda. Dat is mijn man. Heel lang geleden eigenlijk al. Dit was 2006, dus dat is 15 jaar terug. Poeh, dus echt. Nee, 2005 was dat. Ja, 2005. We waren aan het kanovaren in Zuid-Frankrijk. Mijn energie zal hoger zijn als ik actief deelneem aan de leuke activiteiten van het maatschappelijk leven. De affirmatie, ik ga rustig en goed om met druk. Ik ga rustig en goed met drukte om en kan veel mensen om me heen hebben. Dat kan je niet altijd. En dat hoeft ook niet altijd, hè, mensen om je heen. Maar soms is het juist wel fijn dat je een grote groep mensen heerlijk, al zit je gewoon midden in op het terras en je hebt gewoon mensen om je heen. Dat weten we nu, dat dat heel fijn is. Kan je ook heel veel energie kosten. Niet omdat die mensen energie kosten, maar omdat je het niet meer gewend bent. Wij zijn niet meer gewend om in grote groepen met elkaar om te gaan. Of in ieder geval als jij een kopje koffie op een terras drinkt en je hoeft helemaal niks met al die andere mensen. Die zitten er allemaal wel. En daar zijn wij niet altijd meer aan gewend. Dus neem dan ook je tijd er even voor dat je er even weer van bij komt. Maar het is wel goed om te doen. Ik ga jullie een hele mooie dag wensen. En morgen is er weer een berichtje. Dag lieve mensen.